Ik ben Renier Ronkes, keeper bij VVOG. Ik ben trots dat ik nominee ben voor Sportman van het Jaar. Het is zelf een enorme eer dat mensen je zo waarderen dat ze jezelf zelfs de titel voor Sportman van het Jaar willen geven. De doelstelling van onze club is in eerste instantie lijstbehoud zonder na-competitie. En daarna kijken van wat we nog hoger kunnen doen. Mijn doelstelling als sportman is zo hoog mogelijk voetballen, plezier in de sport en ook plezier met mijn ploeggenoten. De sterke kwaliteiten van Renier. Nou, dat is allereerst natuurlijk zijn enorme gedrevenheid, want Renier is een gedreven sportman. Is goed mee te werken. Renier is enorm goed in de 1-op-1 situaties. Het verkleinen van zijn goal en het pakken van ballen van voeten van aanvallers. Ondanks zijn geringe hoogte doet hij de laatste tijd heel erg goed de voorzetten onderscheppen en de hoge ballen pakken. Dus ja, dat zijn kwaliteiten die hij uitbreidt tegenwoordig. Dus, waarom verdient Renier de nominatie Sportman van het Jaar? Nou ja, ik denk een van de redenen, dezelfde reden is als zijn kwaliteiten. Hij is een enorm gedreven sportman. En ik denk dat enorm in het voordeel werkt van iemand die aan sport doet. Het is natuurlijk een goede urke gewoonte om je bij alles wat je doet enorm in te zetten. Nou, dat doet Renier. Daarnaast speelt Renier natuurlijk voetbal op het hogere niveau als dat ze dat op Urk momenteel doen. Zodoende speelt hij eigenlijk, denk ik, als keeper, als sportman op het hoogste niveau qua voetballer. Opzij, maar kwats. Wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, want wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Ik ben Peter Gnodde. Ik ben van het jaar weer genomineerd voor Sportman van het Jaar. Dus ik ben een van de drie deelnemers. Ik train gemiddeld 5 keer in de week. En waarvan ik dan ook nog, als het even kan, een wedstrijdje loop. Ik had voor van het jaar 3 doelen. Dat was een tijd onder de 35 minuten lopen op een 10 kilometer op de boom. Ik wou kijken of ik onder de 29 minuten kon lopen op de windmolenloop. En ik wou eigenlijk, als het even nog kon, onder de 46 minuten lopen op de Fish Potato. Het eerste doel was die 10 kilometer. Dat heb ik lopen op het NK, Nederlands Kampioenschap, 10 kilometer in Emmeloord. Boven verwachtingen lopen. Ik wou onder de 35 en mijn eindtijd was 34-23. Dus daar was ik aardig blij mee. Dat is misschien wel de beste prestatie die ik ooit lopen heb met hardlopen. Bij de laatste windmolenloop was ik ook nog in staat om onder de 29 minuten te lopen. Ik liep een tijd van 28-47. Daar was ik ook aardig blij mee. En zelfs bij de Fish Potato liep ik ook weer een persoonlijk record. Een tijd van 45-28. En dat terwijl het doel 46 minuten was. Tijdens die 10 kilometer op de boom, tijdens het Nederlands kampioenschap, word ik vierde van Nederland in de leeftijdscategorie 35 tot 40 jaar. Dus ja, net buiten het podium. Een andere keer misschien.
Ik ben Jelle Hoekman. Ik ben genomineerd voor Sportman van het jaar. En ja, dat vind ik aardig leuk. Dat wordt waardeerd. En nou ja, ik speel nu bij Orcas 1. En ik heb 2 jaar geleden ook, ben ik weer teruggekomen naar Orcas. Maar daarvoor heb ik nog 2 jaar bij Landstede gespeeld. En daar, ja, daar heb ik ook 2 jaar gespeeld. Daar heb ik in Zwolle woont en we trainen 8 keer per dag. 8 keer per week bedoel ik. Nou, mijn hoogtepunt van mijn hele carrière, dat was een kampioenschap van Eredivisie vorig jaar. En daar, ja, ik hoef vanzelf mijn minuten bij, want ik was opkomende speler. Ik zat er mijn eerste jaar bij. En speelde ik 32 minuten. Nou ja, de eerste wedstrijd die ik zoveel gespeeld heb bij Eredivisie, dat was in de kampioenswedstrijd. Dus ja, dat ging aardig lekker. Mijn doelstelling met basketbal is vanzelf Eredivisie. Dat is het hoogste haalbare in Nederland. Misschien nog wel naar Duitsland of België. De sterkste punten van Jelle zijn vooral zijn agressieve werklust. Hij is een hele goede rebounder en kan soms scoren, kan goed verdedigen. En vooral zijn mentaliteit is heel erg belangrijk. Waar hij nog kan groeien is dat hij, ja, dat hij wat meer dominant moet zijn in zijn scorend vermogen. 1 tegen 1 moet hij beter gaan spelen. En hij wil nog wel eens snel in foutenlast komen. En dat zal hij wel moeten verbeteren.